Een paar weken geleden vertelde ik een Hindoe verhaal over het ontstaan van ziektes. Maar de oude Grieken, die hebben er ook iets leuks mee gedaan. En daarom vertel ik deze week het verhaal over Pandora. Die Griekse goden, die kent u misschien wel. Zoals Zeus, zoals Poseidon. Maar eerlijk is eerlijk, die goden waren nogal een beetje lui, egoïstisch. En hadden een bovengemiddelde interesse voor amoureuze avonturen. En ze hadden helemaal geen zin om de mensen te scheppen. Dus de halfgod Prometheus, die deed dat dus maar. En hij maakte mannen die leken op de goden. En toen hij klaar was met zijn werk, liet hij het zien aan de opgod Zeus. En die was not amused. Nee, hij vond het maar helemaal niks. Die rare kleine wezentjes. Bleh. Nee, hij was niet enthousiast. Zeus zei, gooi die mensen maar weg. Maar Prometheus die was juist heel trots op zijn schepping en wilde dus ook voor ze zorgen. Hij gaf de mensen wijsheid en kennis en hij nam zelfs het goddelijke vuur vanuit de hemel naar de aarde en gaf het aan de mens, zodat de mensen wisten hoe ze vuur konden maken. Maar toen Zeus daarachter kwam, was hij woest, want ja, die nietige mensen, die geef je toch niet zomaar macht. Dus Zeus bedacht iets om Prometheus en de mensen te straffen. En dus gaf Zeus aan Hephaistos, de smid van de goden, de opdracht om een hele mooie vrouw te maken. Nou, en daarin slaagde Hephaistos heel goed, want deze vrouw was prachtig. Net zo mooi als de godinnen. En die Griekse godinnen waren mooi. En tenslotte maakte Zeus deze vrouw nog nieuwsgierig van aard. En hij gaf haar een doos. En hij zei tegen haar, open deze doos nooit. En deze vrouw heette Pandora. En zij ging dus met doos en al naar de mensen. En u voelt het misschien al aankomen. Zij kwam daar en deed natuurlijk niks. Nee, natuurlijk niet. Pandora was enorm nieuwsgierig en zodra ze bij de andere mensen was, opende ze de doos. Alle verschillende vormen van rampspoed vlogen uit de doos. Pandora sloot hem zo snel als ze kon, maar het was te laat. Alles was er al uit. Jaloezie, afgunst, haat en ook ziektes. Pandora keek nog één laatste keer in de doos en er zat nog één dingetje in. En dat was de hoop. Het enige wapen van de mens tegen al deze vormen van rampspoed.